stem, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Ik ben Jeroen van Hulten, ik ben 32 jaar oud, ik kom uit Os en samen met Eefje Thomassen speel ik de hoofdrol in de nieuwe Osse musical Octopussy. Ik vraag het altijd als eerste, dus ook aan jou. Heb je al ooit eerder op een step gestaan? Ja, heel toevallig vorige week nog. We hadden een barbecue met de familie en samen met mijn nichtjes nog even op de step gestaan, dus... Ik heb al goed geoefend voor vandaag. Nou, je zei het net in die inleiding al, hè? Je speelt samen met Eefje Thomassen de hoofdrol in de musical Octopussy, de nieuwe musical. Hoe gaat het daarmee? Ja, gaat goed. Het gaat erg snel. De musical zit er qua teksten al helemaal in. Dus het eerste bedrijf en het tweede bedrijf. Dus we komen nu echt toe aan het spelen. Ja, de fine-tuning, en dat is wel leuk. Ja, want in november is de première. Dat lijkt nog ver weg, maar het komt al snel dichterbij natuurlijk. Ja, voor ons gaat dat heel erg snel. Ja. Want hoe lang zijn jullie er al mee bezig? We zijn nu een paar maanden bezig met de voorbereidingen. Ja. Dus ik denk dat veel mensen inmiddels wel weten dat die musical eraan komt. Maar kun je toch nog iets vertellen over die musical? Want waar gaat die over? Nou, de musical gaat over een groot schip van Heze Shipyards. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. en dat gaat over de bouw van de Octopussy, zo heet dat schip. Ik speel een Rus in dat stuk. Ik studeer nu 2 jaar in Delft, TU in Delft. Ik ontwerp het schip mee. En het bijzondere aan dat schip is dat hij heel erg snel kan. En dat maakt het schip zo bijzonder. Ja. Maar is het een leuke rol? Voor jou? Is het een leuke rol voor jou? Ja, het is een hele leuke rol. Het is... Goed, wat een herrie, hè? het is een leuke rol. Het is, wat een uitdaging is dat ik een Rus moet spelen. Dus qua accent en zo, het is nog even pittig om dat erin te krijgen. Maar wel een hele uitdaging. Ja, want hoe praat je als Rus dan? Met een leuk accent? Ja, daar ben ik dus op dit moment volop mee bezig. Omdat nu de teksten zeg maar erin zitten van de musical, begin ik nu een beetje mijn type te ontwikkelen. En dus ook de spraak. En ik ben heel erg geneigd om naar het Italiaanse accent toe te grijpen. De vorige musical heb ik een Italiaan gespeeld. En overigens heb ik dat vaker gedaan, een Italiaanse persoon. En nu is het Russisch, dus dat is even omschakelen. Je hebt natuurlijk al vaker in de Osse musicals meegespeeld, maar ja. Nu echt die hoofdrol. Is dat iets wat je altijd dan al gewild hebt? Ja, dat heb ik eigenlijk altijd al gewild. En daar leef je naartoe. Je probeert er elke keer weer bij te zijn. En dat wordt toch beloond na een aantal jaar om dan toch een keer de hoofdrol te mogen spelen. Dus dat is een hele eer. En ik ben ook dankbaar dat ik die kans heb gekregen om in Os mijn eigen te kunnen laten zien. Je bent, als ik het zo mag zeggen, amateur speler. Ja. Heb je daar nooit iets meer mee willen doen dan? Ja, een paar jaar geleden speelde dat wel bij mij. Van god, welke kant ga ik nu op? Alleen de laatste tijd merk ik dat ik het leuk vind zoals ik het nu doe. Ik heb ook mijn eigen bedrijfje, automatiseringsbedrijf. En die combinatie die is eigenlijk wel heel erg fijn. Je kunt zelf je tijd indelen. Je kunt 's middags een keer weg als je moet gaan zingen. Dus die combinatie is wel heel erg goed. En je hebt toch een bepaalde zekerheid, omdat je ook je eigen bedrijf hebt. Dat je toch eigenlijk je standaard inkomen hebt, zeg maar. En ja, in de musicalwereld is dat een beetje onzeker. Dus... ik vind het een ideale combinatie die ik gemaakt heb. Zeg. Maar ben je niet misschien bang dat je later dan toch spijt gaat krijgen van die beslissing? Nee, eigenlijk niet. Want ik geniet van elke productie geniet ik heel erg veel. En ik kan ook zelf kiezen wat ik leuk vind. Dus welke producties ik wil meedoen, wat ik wil gaan doen. Dus ja, ik geniet er elke keer van. Dus nee, ik zal daar geen spijt van krijgen. Nee. Want je hebt wel een musical opleiding gedaan in Tilburg, ja, hè? Ja, in Tilburg. Wat ja. is dat voor een opleiding dan? Dat is een opleiding in Tilburg. Dan heb je op 1 avond leer je zang, dans, koorzang, solistische zang. Dan krijg je echt begeleiding in het spelen van musicals. Ja, en daar heb ik ontzettend veel geleerd. Ja. Want je bent vooral bekend van de Osse musicals en de Osse promconcerten. Ja. Maar speel je ook in andere producties buiten Os? Ja, buiten Os in Drunen, in Tilburg, waar nog meer, in Waalwijk. Ja, eigenlijk
verschillende plaatsen die zo'n productie op touw zetten, probeer ik er meestal wel eentje in het jaar mee te kunnen doen. Ja, ja, één productie per jaar, dat is een beetje... Ja, dat is, want daarnaast zing ik ook nog samen met een zangeres. Daar zingen we wat feesten, partijen, bruiloftjes in de kerk. En ja, één productie in het jaar is dan voldoende, want anders dan krijg je het erg druk. En dit jaar is dat dan Octopussy. Ja, en dit jaar is dat Octopussy inderdaad. Nou, je had het in het begin al over jouw rol als Rus in Octopussy. Toen zei je al dat het lastig was omdat je nog een beetje in je Italiaanse rol zat. Ja. Maar heb je dan iets met Italië? Nou, ik heb twee keer een Italiaanse rol mogen spelen. Eén keer, dat was de vorige productie van Os Cultureel. Dat was Hotel Johanna. Daar speelde ik een Italiaan en ik heb in een Italiaanse opera meegezongen. Dus ja, twee keer... Een Italiaan, zeg maar, ja. En een opera, is dat dan weer heel iets anders? Dat is totaal iets anders, ja. Dat is één keer een uitstapje van mij geweest, omdat ik toch nieuwsgierig was hoe dat was. Was wel heel erg pittig, omdat de hele opera in het Italiaans was. Maar wel een hele leuke ervaring om dat een keer te doen. Ja. En je bent ooit kandidaat geweest voor een televisieprogramma, hè, van Ernst Daniel Smit. Ja. Klopt, Une voce particolare, daar was ik kandidaat in. En daar heb ik het nummer gezongen uit Les Miserables van Empty Chairs en Empty Tables. Ja, dat was ook heel erg leuk. Ja, voor mensen die het niet meer weten, heb je daar ver in geschopt? Er was een Ossenkandidaat meer. En die is tot de finale gekomen en ik net niet. Dus ja, dat was wel jammer. Maar wel heel erg leuk. Nou ja, je zingt dus heel graag, hè, hoor ik. Hoe is dat ooit begonnen dan? Wanneer ben je echt begonnen met zingen? Nou, we hadden de eerste musical in Os. Dat was Ruig en Rooms. Daar ben ik naar gaan kijken. En toen begon het eigenlijk al te kriebelen. Van god, daar wil ik eigenlijk ook aan meedoen. En toen heb ik de volgende productie, dat was Louis de Bourbon. Daar heb ik toen een auditie voor gedaan en ben toen aangenomen. En dat was wel heel erg toevallig, want daar speelde ook Evie Thomas in mee. Dus ja, dat is toch al een tijdje geleden. En nu komen we elkaar tegen in Octopussy. Dus, nou, dat is 10 jaar geleden, hè, Louis de Bourbon? Dat was in 2000. 2000, ja, klopt. Precies 10 jaar geleden. Precies dus. 10 jaar geleden, ja. Maar toen dacht je dus van, nou, zingen vind ik echt leuk, daar wil ik aan meedoen. Ja, ja, toen begon het echt, toen heb ik daarvan geproefd, zeg maar. En sindsdien ben ik daarin in verder gegaan. Maar wat sprak jou zo aan dan? Ja, zingen heeft eigenlijk altijd wel erin gezeten, zeg maar. Alleen toen het spel erbij kwam kijken, je bent met een hele groep bezig. Ja, dat geeft je toch wel een kick als je dan op het podium staat. En ja, je probeert dan je grenzen op te zoeken en steeds verder te gaan. En steeds grotere rollen te krijgen. En dat is me aardig gelukt, moet ik zeggen. Ja, dus in 10 jaar tijd van een bijrolletje tot naar de hoofdrol. Precies. Toen zat ik in het ensemble, dus echt in het koor. Samen met Eefje. En nu 10 jaar later staan we samen de hoofdrol te spelen. Dus ja, dat is erg leuk. Ja, Os heeft dan een goede naam, hè, op het gebied van musicals. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik denk dat ze best veel organiseren. Ze hebben dus één keer in het jaar hebben ze het Promconcert. En dat andere jaar hebben ze een musical. En heel veel mensen vinden het leuk om daarin mee te spelen. Dus ja, het wordt steeds professioneler. De muziek die wordt weer door Joop Stokkemans gedaan. Dus dat is een hele eer om dat te mogen zingen. Dus ja, dat spreekt iedereen wel aan eigenlijk. Ja, ja. Maar want het is best bijzonder, hè, die producties in Os. Ja, je voelt dat echt? Is dat iets van trots toch, dat je als Ossenaar dan in zo'n productie mag staan? Ja, ik kom zelf uit Os en ik vind het ook leuk om elke keer in Os iets te kunnen bijdragen. En ik vind niet dat ik er elk jaar moet staan. Maar eens in zoveel jaar, dan is het weer leuk om daarin in uit te blinken. Ja. Ja, vind je dat je niet elke keer... Nee, je moet meedoen. Ik vind dat als ik elk jaar zou meedoen, zeg maar, dan krijg je meer zoiets van, ja, daar heb je hem weer. En dus dat probeer ik eigenlijk een beetje te voorkomen. Dus net zo een paar jaar ertussen, dat is mooi. Ja. Ja, en mooier dan dit kan eigenlijk niet, hè, de hoofdrol. Nee, dat is echt het eindstation wat ik bereikt heb. En zo voelt dat ook. Nou, je hebt dus een eigen bedrijf, een eenmanszaakje. Ja, klopt. Is dat goed te combineren? Ja, dat is perfect te combineren. Het is wel af en toe heel erg druk. Automatisering is vaak met pieken dat het heel druk is. Maar dat is op zich goed te combineren. Ja, met een goede planning dan gaat dat goed. Want wat voor bedrijf heb je? Het is een automatiseringsbedrijf en we doen eigenlijk alles op gebied van automatiseren. Dus particulieren, maar ook netwerken bij bedrijven.
computers bouwen, installeren, ja, eigenlijk alles. Ja. Verkoop van nieuwe computers. Ja. En het voordeel is dan dat je eigen baas bent, dus tijd kunt inruimen voor... Ja, precies. Je kunt zelf je tijd indelen. Dus heb je bijvoorbeeld 's middags dat je een bruiloftje moet zingen, of dan kun je daar je tijd voor in plannen. Dus dat is een ideale combinatie. Wat zou je nog graag meer willen doen op het gebied van musicals? Zoveel mogelijk verschillende rollen spelen. Dat lijkt me leuk, omdat het elke keer dan weer een nieuwe uitdaging is. En vooral op dit moment zo doorgaan waar ik nu mee bezig ben. Ja. En dan gaat het gewoon lekker? En dan gaat het lekker en dan heb ik het naar mijn zin. Nou, we zijn bijna op de plek van bestemming aangekomen. Kun je alvast iets vertellen over de volgende kandidaat? Ja, de volgende kandidaat dat is een wat ouder iemand op de step. Hij houdt zich erg bezig met de geschiedenis van Os. En hij is erg dol op de schrijver Toon Kortooms. Dus, maar dat zullen jullie volgende week al zien. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe?